We gaan het samen naar de dekenboom! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we in Madame Sari geweest, het huis van Shawnee. Waar we erachter zijn gekomen dat Shawnee pas 6 jaar is. Mensen zeggen al tegen mij, nou ja, de Touwe Crew die zegt van, zeg maar gewoon 16. Het is gewoon 16, mond dicht houden, gewoon 16. En ja, ze is nou dus zeg maar in onze party gekomen. Dus ik ben net even door de equipment gegaan, niet echt veel veranderd. Maar goed, we zijn er dus achter gekomen. We moeten naar de Deku Tree of de Life Tree. Ik blijf het de Deku Tree noemen, omdat wij willen daar eventjes onderzoeken. Want wij denken dat Kuja daar misschien is, onze elegante slechterik. Dus heel erg belangrijk om daar nou meteen naartoe te gaan. Nou, we zijn hier net al geweest. Er zijn hier volgens mij wel wat chocobo sporen, maar er is hier geen oceaan waar we dat we eventueel naartoe zouden kunnen. Tenminste, random encounters. Leuker kunnen we het niet maken. Nee, maar zoals ik al zei, volgens mij is hier niet echt een oceaan waar we eventueel in kunnen gaan. Dus daarvoor gaan we gewoon maar direct naar de Life Tree. En ik ben blij dat we Shawnee bij ons hebben, want die weet hoe dat we hier toch in kunnen komen. De Life Tree. Het oude boompje van leven. Met hele spooky muziek. Er is mist hier. Yep. Dus dit is echt bron van de mist. Dankjewel nogmaals voor me daarop te corrigeren, kijkers. Dus heel erg dankbaar daarvoor. Ben je in orde? Ik ben in orde. Wow. Wat was dat? Dat was de ziel. Is dat een Pokémon? Zou geen pijn moeten doen, maar ben je in orde? Ja, het heeft geen pijn gedaan. Klopt. Laten we nog een keer poken. Poke. Body slam erop. Zie mij, macho wezen. Even aan de kant. En Badouski. Dus jij bent de enige die de ziel. Ja, slot. Het is gesield. Het is op slot. Je kunt er niet door. Iets in die trend. Kom er weer niet uit, jongens. Heel erg leuk. Geen idee. Het is nogal duidelijk dat het werkje van Condepetit deze een sanctuary noemen. Ik bedoel serieus. Maar jij zei dus dat de kracht van een edeljon is gebruikt om deze plek af te sluiten. Ongelooflijk. Hoe maak je hem open? Ik ga de edeljon vragen om terug te komen. Ik bedoel, de Summoner's Horn die zorgt ervoor dat wij kunnen communiceren met de edeljons en met wilde dieren. Ik zal het nou openmaken. Let op! Boom, 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 boom! Ik wil je in mijn room, want ik wil je nu bellen! Want met de licht van spirit. Oké, sorry. Ik roep je op! Neem nou op! Waar je soul ook mag zijn! Wauw. En we hebben een ruby! We zijn klaar, we kunnen naar binnen! Oh, dankjewel. Was dat de spreuk om het slot te breken? Nee! Het enige wat ik hoefde te doen was focussen en de gedachten door mijn horen heen te plaatsen. Maar waarom was je dan... Dat was alleen maar voor de show. De spel gaat eigenlijk een beetje langer, maar de edeljon had me gevraagd om op te schieten. Ik heb niks gehoord. Oh. Ik heb niks gehoord. Nou ja, maakt niet uit. Laten we gaan. Hoppakee, zaadje van het veld. Dus we hebben nou de ruby gekregen. En als we dus bij Shawnee gaan kijken, dan zien we dus zeg maar dat de ruby Carbuncle op kan roepen. En ook nog eens een keer Reflect kan leren. Als we die zeg maar bij Zelda gaan kijken, dan zien we dus zeg maar dat die niet kan leren. Die kan geen Fenrir leren, die kan geen Carbuncle leren. Maar ik zie wel dat ze High Tide kan leren. En dat zal ik toch... Ja, we zullen hem toch niet gebruiken. Maar het is in ieder geval wel weer een equipable. Maar ja, Shawnee die heeft nog niet de eerste summon, die Fenrir geleerd. Dus vandaar dat ik zoiets heb van laten we daar nog maar heel even mee wachten. Carbuncle kan wel handig zijn aangezien dat hij iedereen reflect kan geven. Dus dat samen in combinatie met de Towler is dodelijk. Omdat ja, je vraagt Carbuncle en dan doe je bijvoorbeeld een Fyra of Blizzara op jezelf. Op alle vier partymembers. En dan komt het 4 keer zo hard terug bij de vijand. Dus op zich is dat wel een hele goede combo. Maar goed, we komen hier dus bij eerst een nieuwe vijand. De Swippity Swip Swip. Ik wil. Deze houdt nogal van Swippen, de stroper. En als ik me niet vergis, is dit gewoon een boomvijand die nogal vak is tegen vuur.
Hij kan al onze partymembers aanvallen, wat nogal vervelend is. Dus we willen zeker eventjes healen en we zouden een summoner op kunnen gebruiken. Maar op dit moment heeft dat geen nut, dus laten we maar gewoon aanvallen. Oké, Pyra die zal wel flinke schade doen. Ja, want hij is er zwak tegen. En we hebben hem al verslagen. Hartstikke handig. Deze vijanden zullen we nogal vaak tegenkomen, maar we komen dus nu ook een vijand tegen met een automatische status effect, wat heel erg leuk voor ons is. Maar die zullen we dadelijk wel tegenkomen. Voice kreeg daar hartstikke leuk. Ik ben een beetje verkouden aan het worden, want ik vergeet niet, we hebben net, ik weet niet hoeveel warme temperatuur ik had en nou is het in één keer weer onder de 20, dus, maar ja. Hebben we een nieuwe vijand? Nope. Oké, Shona die heeft Hyde al geleerd, dat is altijd handig. Dan weet ik niet of we daar iets nieuws op kunnen equippen, dus laten we daar eens heel even snel gelijk in kijken. Er zijn dingen die wil je toch wel een beetje bijhouden. Nee, dat was die add-on voor Sapphire, die heeft Zelda nu ook eentje geëquipt. Maar ja, hoe meer AP des te beter, zomaar zeggen. Oké, nou, dan gaan we hier eventjes het kronkelpaadje over. Want wij zijn hier over een boom aan het lopen. De wijze Deku-boom. En hier komen we bij een nieuwe vijand. Dit zijn... Oh, we hebben ook nog wel eens een keer een back-attack. Dit zijn dus zombies. En ik denk ook dat ze zo heten. Ja, ze heten zombies. En als je die dus cured... Met gewoon een healing spel. Dan zie je ook gelijk. Je doet ze ermee schade. Kijk maar, ze krijgen ze. In plaats van groene letters zijn het. Witte letters. Dus. Ja, hun grootste zwakte is heal. We hebben ze net gekilled met healen. Hoe zielig is dat? Arme zombies. Dus in plaats van. Zombies die zijn de levende doden. Dus als je hun probeert te genezen, dan doet het hem dat eigenlijk pijn. Of iets in die logica is met een broodje gezond verstand. Ik smeer mijn boter, ik weet het niet. Maar goed, dus kom je zombies tegen, altijd leuk om eigenlijk hun te healen. Ik weet niet waarom, maar je kunt er ook andere lol mee hebben. Zoals bijvoorbeeld de Phoenix Down erop gooien. Als je er een Phoenix op down op gooit, dan zal dat gelijk 9999 schade doen. Als ik me niet vergis. Dus komen we er nog eentje tegen, zal ik dat zeker laten zien. Maar eerst eventjes deze stroper even killen. Zo, Shoney leerde gelijk twee dingen. Dat is alleen maar heel erg gunstig. Ik zag ook dat Zeepie nou weer iets had geleerd. Dus toch wel eventjes nou kijken even bij de equipment. Maar volgens mij was dat level up. Dus kunnen we hier nou iets... Oh, ik zie een heleboel. High-tide kan hij leren. Clear-headed kan hij leren. Clear-headed is op zich wel heel erg handig. Dus laten we die gelijk eventjes equippen. En dan vraag ik mij eigenlijk af. Ja, jij bent nog steeds daarmee bezig. Ja, het level up had jij toch al, beste Towel? Ja, natuurlijk had jij die al. Oké, nou, we zagen dat jij ook... Ja, je hebt live heb je geleerd en autoreer... dus we kunnen jou nog steeds niks nieuws equippen. Dat is eigenlijk best wel jammer, maar maakt niet zoveel uit. Goed, nou, in de boom... komen we Moogle tegen. Dit is Mochi. En als ik me niet vergis, hebben wij een brief van Mochi. Een brief! Ja, een brief. Hartstikke leuk. Even kijken. Een jonge genaamd de Towler kwam naar Toweltown. Zijn ogen waren nogal treurig. Alsof dat hij het gewicht van de hele wereld op zijn schouders had, Kupo. Ik wou nog zeggen, succes tegen hem. Maar ik kon het niet. Ik sta aan jouw kant, Towler. Ah. Droevige ogen. Het gewicht van de wereld. Is dat nogal zwaar? Ik weet het niet. Ik zal het aan de Towler vragen. Towler, als je deze aan het kijken bent, laat eventjes weten. Is het gewicht van de wereld nogal zwaar? Lijkt ons wel leuk om te weten. Dus goed, random encounter. Als er zombies zijn, dan knip ik niet weg. Want dan gaan we met de Phoenix downlopen clearen. Is het weer een stroper? Dan... 3 zombies. Oké, we gaan die lol mee hebben. Oké, dus ik wil eigenlijk een Phoenix down dus proberen. Dus laten we dat met Shouting gewoon doen. Eventjes een Phoenix down op een zombie gooien. En de rest... ik wat, doe jij maar eventjes een Cura. Oh, dan doe ik die op mezelf. Maar dat maakt niet uit. Het heeft geen enkel effect. Het heeft gewoon geen enkel effect. Volgens mij heeft het te maken met dat het dezelfde status zou zijn als death status of zo, maar... en die kan nogal snel missen. Dus ja, best wel jammer eigenlijk. Maar we zien nou dus ook dat Zelda en de Towler ook over de 1000 HP heen zitten. Dus die kunnen nou ook wat meer klappen dus zeg maar aan als ze eerst konden. Oké, nou, we hebben één zombie, die hebben we al neer. We doen eventjes nog een paar cure-spreuken tegen hun aan. Of we rammen hun gewoon en we ze missen natuurlijk fataal. Maar ja, als we dus nog een beetje healen, dan zijn hun ook zo verslagen. En het leukste is, 3 zombies die kunnen nogal veel AP drukken. Volgens mij geven ze dan 3 AP of zo, misschien. Do a little dance, Shawnee.
Ik wist niet dat je zo goed op de fluit kon spelen, maar in ieder geval... Magic Tag, oké, dat is altijd handig. Mochten we nou zelf zombie-status krijgen, dan is Magic Tag heel erg handig. Dus, Oké, laten we maar eens eventjes doorlopen en hopelijk nou geen random encounters, want we hebben de stropers nou wel goed genoeg gezien. Wat is dit? Wat is deze? Het ziet er oud uit, maar ik vraag me af wie het gebouwd heeft. Ik vraag me eigenlijk wel veel meer dingen af, maar dat maakt niet uit. Deze kant op! Zijn jullie in orde? Zijn jullie niet bang voor hoogtes? Oh mijn god, je ziet er zo hopeloos uit! Waarom blijf je hier niet en laat de rest maar aan ons over? Nee, ik ga met jullie mee. Ik moet wel. Oké, maar dan niet ons zomaar in één keer verlaten, oké? Oké, prima. Shawnee, weet jij iets over deze plek? Nee, dit is de eerste keer dat ik in de Life Factory ben. Het ziet er echt, antiek uit. Echt, oud, ruïneachtig. Wow! Ik wil nog een keer aanraken. Ik drukte te snel op kruisje, mijn excuses. What? Weet je wat? We gaan er gewoon op staan. Oké dan. Shapey! Hey, ik ben in orde. Maak je geen zorgen. Wow! Daar komt hij weer. Wauw! Het is een automatische lift. Het werkt. Ik ga eens even kijken waar het me naartoe brengt. Ik roep jullie wel als alles in orde is. Ik ga met je mee. Ik ook. Ja, ik ook mee. Kom nou. Oké, dan gaan we allemaal. 1, 2, allee op. Het lijkt wel een lift. Nou ja, hartstikke gezellig. En nou zijn we dus nog dieper in de boom gekomen. Nou, het lijkt alsof dat je hier gelijk naar rechts kan. Maar dat is een leugen. Dat kan dus niet. Maar je wil hier wel naar beneden toe het kronkelpaadje volgen. En er zit wel ergens een fork in the road. Maar die zou ik dan dadelijk laten zien. Sorry dat ik heel even stil was. Ik wist niet of we een nieuwe vijand zouden krijgen. Maar goed, dit is een hele sterke vijand. Dit is namelijk de zombiedraak. En omdat het dus zeg maar een zombie is, kunnen we dus weer een cure eraan gaan doen. En nou hebben we dus het probleem dat Shawnee heeft nou dus zeg maar een zombie status. En die heeft autoregen, dus die regen die wordt automatisch poison. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Als ik me niet vergis is Blizzara sterk tegen. Weet je wel, we gebruiken gewoon bio. Gewoon bio. Oké, de zombie status die is nou weg, dus daar hoeven we ons nog geen zorgen meer over te maken. Shawnee, ja, het beste kun je eigenlijk jezelf even nou healen. Oeh, dat deed pijn. Oké, jij hield eventjes hem. We proberen je alleen maar te genezen, draakje. Werkt nou toch eens een keer mee. Nou, Bio die zorgt wel voor genoeg schade, dus. Maar ja, de drakenzombie, het is een hele sterke vijand. Best wel handig om dus te grinden als je dus zeg maar een beetje een laag level hebt. We hebben Cura geleerd, dat is alleen maar gunstig. Dus ja, laten we eens even kijken of Shawnee een ander wapen kan pakken. Eens even kijken, want de koningvloed heeft ze nou geleerd. Ja, zij kan de air racket aan en daarmee kan ze dus Panessa dinges leren. Maar volgens mij kan zij ook de multi dinges aan. Dus wij zorgen even voor de attack voor Zelda. Want ja, Zelda die doet meer summon en healen nou. Dus ik denk dat die... Ja, Stona en Shell kan ze daarmee leren. En de stats blijven dan hetzelfde. Bij deze gaat de attack omlaag, maar... Ja, Panessa die komt dadelijk wel. Ik bedoel daar ons nog niet zo druk op te maken. Oké, nou, we hebben nieuwe equipment, dus laten we maar naar beneden gaan. Want ik wou wel zeggen, fork in the road, die komen we hier dus zeg maar dadelijk tegen. En die wil je zeker zeg maar volgen, omdat dat brengt ons dadelijk naar wat meer treasures. Oh, dit is een hele gevaarlijke aanval! Ik weet niet wie er allemaal op level 5 zit! Oké. Muziekje, dat klopt er niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Level 5 Death. Een van de dodelijkste aanvallen in het spel. Op het moment dat jouw karakter, of een van jouw karakters, op een level 5 of een multiplier van 5 zit. Dus 15, 15, 20 en zo verder. Dan maakt die aanval jou instant dood. Dat is gewoon instant kill. Daar is geen preventie voor. De enige preventie die je ervoor hebt, is om ervoor te zorgen dat je dus niet op een meervoud van 5 zit.
En iedereen die heeft dus zeg maar een beetje daar die dans aan ontsprongen. Omdat 27, 27, 26, 24. Dus ja, Xiaoni moet dadelijk toch even goed gaan uitkijken. Nou, ik hoop nou niet dat ik te veel random encounters tegen ga komen. Want de Taule die heeft bijna zijn trans. Die hebben we al even optimizen. Dus, maar de Taule die heeft bijna zijn trans. En ja, zijn trans. Ik wil dat kistje daar. Oh ja, wacht, dan moet je eerst hier naartoe. En dan push een knopje. En dan valt hij als het goed is. Loef. En dan kunnen we het kistje pakken. Een Phoenix Down. Zo, dat was die moeite waard. Oké, hier beneden. Is dit wat meer waard? Een High Potion. We hebben twee healers bij ons. Waarom zouden we een High Potion nodig hebben? Oké, nou Xiaoni die heeft level 25 gehaald. Dus daar moeten we nou zeker dus een beetje voor gaan uitkijken. Maar ze had ook weer iets nieuws geleerd. Dus dan ga ik even kijken of wij haar een ander... Loudmouth. Clearheaded en Float. Laten we eerst even Loudmouth even doen. Dat is net zo makkelijk. Dus dan hebben we die in ieder geval geleerd. Al zijn de treasures nou nog niet zo erg boeiend. De baas, daar weet ik van dat je daar wel interessante dingen van kan stelen. Maar moet je ook heel erg voorzichtig voor zijn. En ik hoop dat ik de trans kan bewaren voor de Tauler. Juist voor die baas. Dus hopelijk komen we niet te veel random encounters tegen. Oké, nou. Weer zo'n stroper. Ik moet wel zeggen dat de controls hier een beetje aan de rare kant zijn. Want soms dan duw je dus zeg maar die richting op waarop dat je dus zeg maar wil lopen. En dan blijkt er gewoon helemaal niks te zeggen. Oké, we hebben een nieuwe fluit gevonden voor... Xiaoni. En hier vinden we een remedy. Laten we eens even kijken wat die fluit zeg maar aan Xiaoni kan geven. Want het is deze hier. Stona die is er nou al aan het leren. Via... Welke is dat? Via hem. Oké. En float in silence. En het geeft ook nog eens een keer een hele goede attack boost. Nog heel eventjes ermee wachten zou ik zeggen. Even eerst die andere even leren. En dan zitten we wel goed. Denk ik zo. Oké. Nou echt. We krijgen wel heel erg veel van die vijanden. Daar wil je wel niet vrolijk van. Als ik me niet vergis, komen we nou bij een hele rare boomstam. Alles hier ziet er zo, ja, verwaarloosd uit. Deze plek ziet er helemaal anders uit. Oh, by the way, zagen jullie Xiaoni? Speel eens videootje eventjes een stukje terug. Dan zie je Xiaoni de hele tijd nou op dat ding staan te dansen. Omdat wij dat er toevallig net deden. Maar ja, het is hier zo licht. We kunnen de bodem zien, anders blijft het gewoon doen. Nou, ik zie de bodem niet hoor. Ik denk dat we naar beneden moeten gaan of iets in dit rent. Hé, hey, Zeepi, ik heb iets gevonden hier. Je bedoelt dat ding waar je al de hele tijd op stond te dansen? Misschien zal het bewegen net zoals de vorige keer. Het begon niet te bewegen toen ik erop stond. Jij bent erop gaan staan? Ben je niet wijs of zo? Nou, waarom proberen we het allemaal niet? Wanneer ik erop stond, voelde ik hem reageren. Oké, we hebben geluk. Wow, Jesus. Ik denk dat ik een hartaanval zou krijgen als je in één keer op zo'n ding gaat staan en in één keer met zo'n snelheid accelereert. Wow. Oké, het maakte me behoorlijk bang in het begin, maar er is geen wind of iets. Ik denk dat dit glinsterende poeder hier de wind tegenhoudt of iets. Ben je oké, Zelda? Ja hoor. Ik vraag me af waar we naartoe gaan. Ja, ik ook. Het is een grote boom. Misschien kan Morgels iets vertellen. Wat voel je hier in de lijfatrie? Kupo. Kupo. Kupo, bo, 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 bo. Echt waar? Kupo. Oké, dankjewel. Kupopo. Nou, wat was het woord? Morgels zei dat er heel veel leven onder ons is. Morgels zijn veeën. Ze voelen leven overal. Maar Morgels zegt dat er een heleboel hier is. Ik vraag me af of het medewerkers zijn van Kuja of zo. Maar wat is de connectie tussen Kuja en de mist? Er komt iets aan! Random encounter. Nou, deze random encounters die krijg je sowieso standaard. Dus ja, er is echt niet echt veel wat je tegenaan kan doen.
Maar het zijn wel dezelfde vijanden. Ik geloof dat je dus zeg maar twee keer een zombie krijgt. Twee zombies krijgt. En daarna krijg je een zombie draak. Als ik me niet vergis, zeg ik er heel eventjes bij. Dus ja, je wil gewoon cure aanvallen doen. Want zombies zijn het makkelijkst te beslaan omdat we twee white mages bij ons hebben. Wat eigenlijk best wel vervelend is. In mijn mening, zeg ik er eventjes netjes bij. Want ja, je hebt zeg maar eentje. Iedereen is afhankelijk van MP, behalve Zeepie in dit geval. Dus iedereen heeft MP nodig. En er komt dadelijk ook nog eens een keer een baas aan. Dus ja, je wil eigenlijk een beetje voorzichtig zijn met je MP. Maar aan de andere kant heb je dus ook een probleem dat je wel aan moet vallen met MP. Want anders blijf je uren bezig met één vijand. Maar goed, verder met het verhaal. Nee, weer een gratis Magic Tank. Daar ben ik blij om. Er zijn zoveel rare monsters hier in de Lyfatree. Kan het door de mist komen? Oh, sorry, dat was Zelda. Kan het door de mist komen? Ja, weet ik veel. Ik bedoel, de Evil Forest en Gargan Rue had ook rare monsters. Maar als de mist komt van deze boom, hoe kan het alleen maar op Zeepie's continent komen? Ik denk dat er hier iets moet zijn dat de mist, zeg maar, verplaatst via een kanaal of zo. Ja, maar de vraag is waarom? Zeepie? Wat is het probleem? Touwler? Hey, Touwler, waar is de mist? Waar is de loos? Oh ja, je hebt hoogtevrees. Dat is mis. Ik bedoel, je bent nog wel in gedachten of heb je hoogtevrees? Oh, Zeepie, ik zit te denken over de mist. Oh, echt waar? Weet je nog factory. Kom maar weer. Hè? Ik weet het woord. Bedrijf. Factory. Kom op, factory. Ugh. Herinner jij je die fabriek die we hebben gezien in Dali? Goh, wat ben ik toch goed vandaag in Engels, zeg. Oh. Ja, de fabriek waar die Black Mages werden gemaakt. Hè? Huh? Black Mages? Ze lijken nogal veel op Touwler. Zelda! Oh, sorry. Ik bedoelde niet, Het is oké. Ik bedoel, ik ben er niet meer over, zagrijnig of iets. Maar, of ik gemaakt ben of niet, of wel. Touwler. Maar goed, die fabriek had heel erg veel mist daarbinnen, of niet? Oh ja, er was nog een hele grote machine gevuld met mist. Ik herinner me dat. Ja, dat klopt. En toen hebben we die rare eieren gezien. Ik bedoel, er moet een connectie zijn tussen hier en mist en Kutja en de Black Mages, of niet dan? Ik ben zo in de war. Huh? Maar dan komt het ook in onze kant op. En hier krijgen we dus een zombiedraak. Het is required, dus ik zal ze gewoon laten zien. Maar vergeet niet, we hebben hier dus nog wel een groot probleem. Omdat mocht hij dus zeg maar level 5 dead doen, dan is Shawnee de Sjaak. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Dus we willen zoveel mogelijk Cura op aandoen. En gewoon zo snel mogelijk dat beest aanvallen. Zonder dat hij de kans krijgt om level 5 death te doen. Want dat is namelijk instant death voor Shawnee. En dan moeten we wel weer een Phoenix. Je kunt natuurlijk wel gewoon een Phoenix down gebruiken, mocht je dat willen. Maar voorkomen is beter dan genezen, dacht ik maar zo. Oké, nou dat doet genoeg. 1300 is op zich... rond deze tijd zou je dus zeg maar constant boven de 1000 zitten. Dus 1000 is nou eigenlijk een beetje normaal. En Fenrir is geleerd. Dus dat betekent dat Shawnee eindelijk Carbuncle kan gaan leren. Wat heel erg handig is voor de volgende paas. Plus de Touwler die heeft bijna zijn trance. Dus dat is een hele goede combinatie. En eindelijk kunnen we de bodem zien. Het is zo diep! Ja, ik weet niet wat dat beneden is. Maar we zullen het zien. Binnen een seconde of zo. Weet ik veel. Hallo. Kom met me mee. Of gaan jullie een hopeloos klein meisje zoals ik helemaal alleen laten lopen? Wacht, er kunnen daar monsters beneden zitten. Zeg Zeepie. Mok zei dat hij heel veel leven hier beneden voelde. Voel jij iets? Ja, maar jij voelt het ook, of niet dan? Ik bedoel, we hebben nog niet eens Mok nodig om je te vertellen dat er leven hier beneden is. Je hebt gelijk. Ik kan wel vertellen dat er hier iets beneden is. Ja, dat dacht ik ook. Wat een groot harp! Sorry, ik vind dat gewoon een harp. Dat is gewoon een harp. Ja, het is een harp. Oké, maar goed, we hebben dus nu eindelijk controle even over onze karakter. Dus het eerste wat je wilt doen is heal iedereen. En met healen bedoel ik dan gewoon te zeggen van, nou, de Sapphire die kan weg, daar kan nou de Ruby erin komen. Die laten we gewoon nog wel eventjes zo staan. Ja, wacht eventjes. Die hebben niet zoveel AP nodig. En deze, ja. Ik denk dat deze eventjes wat makkelijker ervoor is. Bronzenvest, kun jij hier iets nieuws mee leren? Shell, leer die nou hiermee? Nee.
Was dat die ene die je net leerde? Ja, en hier leer jij Sona toch mee? Ja. Nou, dan pak jij hier toch even Shell mee. Is net zo makkelijk. Pak jij die klotterrobber even rustig gelijk bij. Zo. Jij hebt niks nieuws verder meer? Nee. Oké, dus zoals ik al zei, gebruik de ability commando om dus zeg maar iedereen gelijk eventjes maximaal te healen. En dan gaan we heel eventjes kijken bij de eaters, want we willen wel ervoor zorgen dat iedereen meer dan genoeg MP heeft. De Tauler heeft er een nodig, Shawnee heeft er zeker een nodig en Zelda heeft er een nodig en ik zelf niet. Nou, er komt namelijk een boss battle aan, maar dat zullen we dadelijk dan wel zien. Maar, of ja, met dadelijk wil ik eigenlijk zeggen morgen. Want ja, ik vind het een mooie plek om eigenlijk af te sluiten bij deze aflevering. Dus morgen gaan we sowieso verder met de Deco Tree slash de... Ja, Lifa Tree, ik noem hem gewoon Deco Tree. Dus heb je nog vragen of een leukste momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien met de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei!